Goedenavond, dames en heren. Het STVS-journaal op zondag 20 augustus. Het bestuur van de Vereniging voor Minder Daadkrachtige Studenten in Suriname, VMSS, wil zo transparant mogelijk werken om de 35 percelen die de vereniging heeft gekregen van de Surinaamse Pasbaarbank te verdelen. Volgens Paul van Dun, voorzitter van de VMSS, heeft de vereniging een commissie samengesteld die zich zal buigen over deze kwestie. In het kader van de lieden praten constant over transparantie, eerlijkheid en dat soort zaken. En in het kader van transparantie hebben we gemeend om een nieuwe commissie in te stellen. Het betreft een toewijzingscommissie. Die commissie zal bestaan uit een vertegenwoordiger van het bestuur, een vertegenwoordiger van de commissie onderzoek minder draagkrachtigheid. U weet dat de vereniging 8 commissies stelt. Dus er komt nog een commissie en het wordt in totaal 9 commissies. En die commissietoewijzing zal bestaan uit maximaal 5 mensen. Een vertegenwoordiger van het bestuur, een vertegenwoordiger van de commissie onderzoek minder draagkrachtige studenten, onderzoek minder draagkrachtige studenten en 3 leden, waarschijnlijk uit de ALV. De VMSS is opgericht op 14 oktober 2016. Het doel van de vereniging is om studenten die het niet breed hebben te helpen aan hun sociale ontwikkeling. Niet eens een jaar na de oprichting kan de vereniging vruchten plukken. In samenwerking met belangrijke actoren hebben ze één van de doelen al bereikt. 35 bouwkavels zijn aan de organisatie geschonken. Om de beschuldiging van favoritisme te voorkomen, wil VMSS alles in het werk stellen om de 35 percelen zo eerlijk mogelijk te verdelen onder haar leden. Het bestuur heeft ook gemeen om op haar website het formulier te plaatsen. De bedoeling is dat leden die vandaag niet aanwezig kunnen zijn vanwege een of andere reden, dat zij via onze website het formulier kunnen uitprinten, invullen en inleveren bij de commissie onderzoek minder draagkrachtige studenten. Tijdens een spoedalgemene vergadering vrijdag heeft de VMSS de leden geïnformeerd over de huidige ontwikkelingen van de vereniging. Volgens Evelien Gravenstein, ondervoorzitter van de VMSS, zijn er verschillende afspraken gemaakt met de SPSB. De leden die in aanmerking komen voor een bouwkavel zullen een lening moeten nemen om een huis te bouwen. Uiterlijk de eerste fase is sowieso een fase waarbij het een volledig huis is. Met 2 slaapkamers, een keuken, een woonkamer, badtoilet. En dat is rond de 100.000 SRD. Een tweede fase krijg je de mogelijkheid om dus een garage bij te bouwen. Of jij kiest zelf ervoor, misschien zeg je, je maakt het niet echt tot een garage, maar tot een terras. Maar het is dus toch een behoorlijk stuk. En dat brengt het op ongeveer 112.000 SRD. En het volledig huis gaat dus naar boven. Dus volledig oppervlakte dat jullie beneden hebben, krijg je dat erop. En dat is de derde fase. Daar zou je dus 3 slaapkamers kunnen neerzetten. Komt het in totaal op toch 5 slaapkamers als je het zo mag bekijken. Dus zo'n woning komt dan in zijn totaal op 170.000, dicht bij 170.000 SRD. Uiterlijk 15 september wil de VMSS de 35 percelen toewijzen aan de leden. In het district Brokopondo en het dorp Pukigrong kregen alle geslaagden van de 6e klas op GLO-niveau een schoolpakket. Het gaat om 227 geslaagden voor het MULO die van Rosebel Goldmines NV een schoolpakket kregen. Een pakket bestond uit een schooltas, schriften, woordenboeken en een tafelkaart van Suriname. Rosebel Goldmines levert hiermee een bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeenschappen waar zij opereert. De overhandiging vond plaats op Brownsweg. Verschillende organisaties en of instanties zetten geslaagden,
als het nou de beste is of niet, in het zonnetje. Ruim 20 jaar worden de geslaagden van de 6e klas van Cluster Quetta in de bloemetjes gezet. Het is de Student Excellence Award project van de Lions Club Quetta die 20 leerlingen van het GLO-niveau dit jaar een waardebon hebben overhandigd. Voor de club is het een stimulans voor de leerlingen om hun best te blijven doen op school. Ook is het een stimulans voor andere leerlingen te motiveren. Lions Club Quetta heeft verschillende projecten zoals schoolmiddelen, School Excellence en het School Challenge project. Het School Challenge project zal volgend jaar worden uitgevoerd. Autobestuurders moeten ook rekening houden met andere weggebruikers. In het kader van de 5e Verkeersveiligheidsmaand organiseren verschillende organisaties bewustwordingsactiviteiten die betrekking hebben op een veilig verkeer. Vandaag heeft de organisatie Cycle World of Suriname, CWS, samen met de Superbikes een fietstrip van 39 kilometer in de binnenstad van Paramaribo gehouden om aandacht te vragen van autobestuurders om rekening te houden met het langzaam verkeer. Wij hebben zo'n fietstocht georganiseerd. Het is geen fietstocht, het is een fietstrip. Want een fietstocht heeft een heel andere betekenis in feite. Een fietstrip, dit is in feite om de boodschap over te brengen aan de autobestuurders. Andere weggebruikers, dat er ook fietsers bestaan die gebruik maken van de weg. Het verkeer, het is niet onschuld dat de wegeninrichting in Suriname zo is gemaakt. Dat er geen fietspaden zijn overal. Maar we moeten als mensen rekening houden dat de weg gemaakt is voor ons allemaal. Niet alleen voor fietsers, voor voetgangers, voor bromfietsers, voor motorfietsers, voor auto's, voor trucks, wat dan ook. Maar het is voor het verkeer. Dus dan moeten we rekening houden met elkaar. Vooral de autobestuurders, want de fietsers zijn in feite langzaam verkeer. Dus de auto's moeten rekening houden met de fietsers. Om 7 uur vanmorgen heeft een groep fietsers zich aangemeld voor de fietstrip aan de Twee Kinderenweg. Deze trip is georganiseerd om de aandacht te vragen voor de veiligheid van fietsers in het verkeer. Volgens Tania Vrijmersum, een van de deelnemers van de trip en lid van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers, komen er te veel mensen om in het verkeer. Zij vinden dat weggebruikers ook hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen als ze deelnemen aan het verkeer. Als je de statistieken bekijkt, zeker wat de spoedeisende hulp heeft, dan blijken de bromfietsers heel kwetsbaar te zijn. Maar vergeet niet, ook voetgangers zijn heel kwetsbaar. Vooral omdat we heel slechte voetpaden hebben of dingen die bijna niet begaanbaar zijn. Maar ook als het gaat om fietsers, dan ben je een onderdeel van het verkeer. En de auto's houden niet al te vaak rekening met de mensen die op de fiets zijn. Maar zeker ook niet met de brommers. En dan natuurlijk wat als nummer 1 aangemerkt moet worden, is je eigen verantwoordelijkheid en je eigen mentaliteit als je deelneemt aan het verkeer. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste zaken. Waarom rij je hard? De Verkeersveiligheidsmaand met als thema Slow Down to Save Lives is begonnen op 15 augustus en eindigt 15 september. Wij gaan door om mensen in nood te helpen. Woorden van Louis Vismalen bij het afgeven van de sleutel van de 7e sociale woning van de stichting 1 voor 12 aan familie Krenten Kasi. Bij deze gelegenheid heeft de voorzitter van 1 voor 12, Louis Vismalen, zijn misnoegen geuit op enkele vooraanstaande burgers in het land. Volgens hem heeft hij naar hulp gezocht om het huis van de familie Krenten Kasi af te bouwen. Maar jammer genoeg is die hulp vanuit een bepaalde groep uitgebleven. We hebben jammer alle ministers geschreven en met uitzondering van minister van Openbare Werken, minister Miranda, die heeft ons met opruiming geholpen. Minister Miranda heeft ons met opruiming geholpen. Minister Noor Salim heeft ons met financieel geholpen en is ook persoonlijk aanwezig gekomen. Verder hebben wij alle DNA-leden die eigenlijk voor het volk hier zitten. En we hebben ze allemaal een ondersteuning gevraagd. Jammer, hebben geen van hun gereageerd om wat te kunnen betekenen voor dit gezin. Maar geen nood, 1 voor 12
met ondersteuning van donateurs hebben we dit toch voor elkaar klaar kunnen krijgen. En ik ben ze allemaal dankbaar dat ze toch wat hebben kunnen betekenen voor de mensen in nood. Nadat de familie Krentenkassie hun huis verloor, klopte de familie aan bij de stichting 1 voor 12 voor hulp. De stichting had intussen al 6 sociale woningen afgebouwd voor mensen in nood. Nankumari Krentenkassie is zeer dankbaar voor de steun. Zij gaf aan dat toen ze bij Vismalen stapte voor hulp, hij haar gerust had gesteld dat hij met de zegen van de Almachtige zou proberen het huis weer op te zetten. Voordat ik begin, wil ik de Almachtige daarboven bedanken dat hij me zo ver heeft gebracht. En de tweede is meneer Vismalen. Hij is de tweede God voor mij geweest. Ik heb de deur geklopt bij hem en hij stond daar voor mij, voor ons allemaal. Het gezin is met 4 zijn we. En ik ben hem heel dankbaar ervoor dat God hem zegen. Als God mij een paar jaren van mij aan hem ook kan doneren, kan het ook dat. Ja, want hij is een goede mens die arme mensen helpt. Mike Noursalim, minister van Binnenlandse Zaken, die de regering vertegenwoordigde, vroeg aan de voorzitter van 1 voor 12 om de moed niet op te geven. Volgens Noursalim zijn er weinig mensen op aarde die deze zware verantwoordelijkheden op zich willen nemen om de mens in nood te helpen. En daarom wil ik van deze plaats een oproep doen om toch die ondersteuning te geven aan de organisatie. En ik wil meneer Oom Louis zeggen, voor nu ben hierbij. Mijn beetje Masra Loktu, dat hij u de kracht geeft, Oom Louis. Want u heeft het net gezegd, bijna je was stop, want Azan, ik begrijp hoe stressig het kan zijn. Maar ik wil toch een oproep doen, als huisgenoot. Wees huisgenoot. Leg Mattie. Om toch door te gaan met het werk. Hoeveel jaar dat wanneer dus, u hebt me nog aan uw zijde. Yes? Aan de familie wil ik ook mijn felicitaties overbrengen. En werkelijk, Psalm 127, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zoeken de bouwlieden. Als de Heer de stad niet bewaakt, te vergeefs waken de wachters. Om ook datgene dat de Heer u toe heeft vertrouwd, goed te beheren. Onderhoud is behoud. Het huis heeft in totaal 85.000 SRD gekost. Tot zover het Nationaal Nieuws. Fidget spinners, de nieuwe speelgoedtrend onder jongeren, zijn gevaarlijker dan ze op het eerste zicht lijken. Na enkele incidenten waarbij kinderen stikten of zelfs het speelgoed in brand vloog, heeft de Amerikaanse Consumentencommissie nieuwe veiligheidsvoorschriften verspreid. Al enkele kinderen zijn bijna gestikt terwijl ze met een fidget spinner speelden. Afgelopen mei stikte een meisje van 10 jaar in een deel van haar fidget spinner, waarna het stukje chirurgisch verwijderd moest worden. Kinderen tot de leeftijd van 14 jaar lopen nog risico om te stikken in het stuk speelgoed. Daarnaast liepen ook al verschillende jongeren brandwonden op door gebruik te maken van een fidget spinner op batterijen. Zo zijn er al meldingen van fidget spinners die smelten of zelfs in brand schieten. Ook in Suriname is het speeltje populair onder kinderen. In Irak is de strijd begonnen om de stad Tal Afar, het laatste grote IS-bolwerk nabij Mosul. Dat heeft de Iraakse premier Haider al-Abadi gisteren aangekondigd. Dit is Tal Afar in het noorden van Irak, een van de laatste steden onder controle van de IS. Het Iraakse leger is de stad al dagen aan het bombarderen en nu zetten ze grondtroepen in, kondigt de premier aan in een televisietoespraak. Ha hiya medina Tal Afar. تستعد للالتحاق بمسيرة التحرير وها هم الأبطال يستعدون بتضحياتهم وبجهودهم لتحرير هذه المدينة الصامدة وأقولها للدواعش بأن لا خيار لكم إلا الاستسلام أو القتل. Begin vorige maand wist het Iraakse leger samen met de internationale coalitie de grootste stad Mosul al te veroveren. In Tal Afar verwachten ze dat er nog zo'n 2000 IS-strijders zitten.
Tienduizenden inwoners zijn al gevlucht uit de stad en verblijven nu in tentenkampen. De inwoners die wel nog in Tal Afar verblijven, worden door IS gebruikt als levend schild. En dat maakt het offensief bijzonder moeilijk. Tal Afar is nog een van de weinige Iraakse steden in handen van de Islamitische Staat nadat Mosul vorige maand werd heroverd. In de beroemde Basiliek Sagrada Familia in Barcelona is vanmiddag een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van de aanslagen eerder deze week in Spanje. Verschillende hoogwaardigheidsbekleders waren daarbij aanwezig. Onder scherp politietoezicht komen de Spaanse koning Felipe en zijn echtgenote aan bij de Sagrada Familia. Ook de Spaanse premier Rajoy is er. De mis wordt opgedragen aan de slachtoffers van de aanslagen. A la vez que recordamos y rezamos por las víctimas mortales de los atentados sufridos en Barcelona y en Cambrils. Han sido estos días días de lágrimas. De muchas lágrimas, pero sobre todo de mucha humanidad. Alleluia, alleluia. De eerste rij is voorbehouden voor het koningspaar en andere hoogwaardigheidsbekleders. Maar de deuren van de imposante Sagrada Familia staan open voor iedereen. Buiten is het aanschuiven om de mis bij te wonen. Bij de aanslag op de winkelstraat Las Ramblas en de verijdelde aanslag in de badstad Cambrils kwamen donderdag 14 mensen om het leven. Er vielen ook meer dan 120 gewonden. Tot zover het STVS-journaal.